En dat zal lastig zat zijn, want HHC staat op de zesde plaats. En doet het dus goed in de tweede divisie. In de 40ste minuut. Goede aanval. Goede voorzet. En Van der Leij die hem afmaakt. Roeien met de voorzet. En Van der Leij maakt daarmee zijn 13e van het seizoen. En is dan nog maar één doelpunt verwijderd van zijn record. Namelijk 14 doelpunten ooit in de derde divisie. In de tweede helft gaat HAC door en komt het pas echt los. Gourie met een prachtige uithaal. Goed gekruld. En raak 0-2. Pistoor kansloos. Een paar sierlijke bewegingen en het dan afronden. 0-2. De wedstrijd lijkt dan wel beslist. Schmidt, invaller. Geeft hem af, opnieuw op Gourie. Belangrijke rol voor hem in dit duel. En ook hier laat hij zien dat hij over een gouden trap beschikt. Maar verdwijnt de bal op de bovenkant van de lat. Heeft de dijk dan helemaal geen kansen? Jawel, zeker. El Idrissi met een voorzet. En Menzo die hem via de keeper van HHC Nijland naast weet te krijgen. Het is een van de spaarzame momenten dat de dijk eruit komt. Want het is vooral HHC dat er vandoor kan gaan. Schmidt geeft hem voor. En het is Van Bentum die hem afmaakt. Rug nummer 10 en nummer 10 van het seizoen. Het heeft even geduurd voordat hij hem maakte. In februari deed hij dat voor het laatst. Maar nu definitief de wedstrijd op slot. 0-3. En dan krijgt Gourie nog een kans. Geeft hij hem af. Voorzet van Metai moet dan komen. Goed teruggekapt. En Van der Leij, daar is nummer 14. En dus heeft hij nu evenveel doelpunten als in zijn beste seizoen ooit. En dat in de tweede divisie. Rustig afgemaakt. Beheerst gekeken en pistoor in de verkeerde hoek. Wordt het dan nog erger voor de dijk dat het al zo moeilijk heeft. En eigenlijk al bijna niet meer na competitie of directe degradatie kan ontlopen. En dat levert frustratie op hier bij Kevin Westmaas die een directe rode kaart ontvangt. Harde overtreding en terecht rood voor hem. Gaat de bal nog één keer in de laatste minuut richting de goal van Pistoor. Het doorkoppen is goed van Van der Leij. En het is Smit die scoort. Hij moest het vandaag doen als invaller, de huurling van FC Twente. Maar hij maakt hem feilloos af. En Pistoor voor de vijfde keer op rij geslagen in dit duel. Het belooft een heel zwaar slot te gaan worden voor de Amsterdammers. En HHC blijft het maar goed doen.